Hey moonbabies, welkom bij een nieuwe video en welkom op mijn vloer naast de krabpaal en het katteneten. Als mijn bril stoort, het spijt me, maar ik wil gewoon ergens op het gemak zitten voor deze video. Het is ook een lange video, het is een video waarin we heel veel gaan babbelen. Dus ik zou zeggen, neem iets om te eten, neem iets om te drinken. Normaal zou ik er graag zo van die leuke clipjes tussen doen. Maar van deze wordt het gewoon wat moeilijk, omdat het voornamelijk theorie is, als je het zo kan noemen. Maar als je nieuw bent, hey, ik ben Celine, ik maak video's voor beginnende witches, dus witchlings. Of voor mensen die interesse hebben in spiritualiteit, maar gewoon niet weten waar ze eerst moeten zoeken, omdat er superveel informatie is. Vandaar dat deze video ook tamelijk lang gaat zijn, omdat het veel informatie is, maar ik vind persoonlijk dat het belangrijke informatie is. Dus de video van vandaag gaat gaan over de zes fases van je spirituele ontwaking. Dus je spiritual awakening. Spirituele ontwaking is iets dat gebeurt met heel veel mensen die open zijn voor... Kan je het de waarheid noemen? Ik weet het niet, maar je kan het gewoon niet uitleggen aan iemand dat nog niet wakker is of niet in de spiritual awakening zit. Dan is dat iets heel moeilijk om uit te leggen. Ik wil ook zeggen, als je van alles hoort, het is aan het stormen. Het is nu dag 2 dat het aan het stormen is als ik het film. Dus sorry daarvoor. Maar voordat we beginnen, als je interesse hebt in witchcraft, spiritualiteit of je bent nieuw daarin en je hebt er wel interesse in, vergeet dan zeker niet het een duimpje omhoog te geven en hier me te volgen. Het zou enorm helpen. Dat weet ik ook wat dat jullie graag zien. Aan de hand van de views en de comments zie ik waar het er meeste interesse in is. Maar je kan me ook gerust volgen op TikTok en Instagram voor meer witchy content. En als je echt beginnend bent of gewoon interesse hebt, kan je ook altijd naar mijn webshop gaan. Want daar verkoop ik ook van alle dingen zoals manifestatiekits, kristallen, cleansingbundels, thee en zo verder voor beginnende witches. Er is iets heel belangrijk dat ik ga zeggen voordat we echt in elke fase gaan gaan. Nu, als het te lang is, geen probleem. Ik heb timestamps hier beneden, maar ik vind wel dat het heel belangrijk is dat je ze allemaal weet. Al is hij deze video in stukken bekijkt, dat is voor mij allemaal oké. Maar ze zijn wel belangrijk. Vroeger duurden de spirituele ontwakeningen veel langer en ze waren heel intens. Maar blijkbaar zijn ze nu nog intenser. Zoals dat iedereen weet, in de laatste 2-3 jaar is er zo'n grote shift gebeurd met de panini. Dus je weet allemaal over wat ik het heb. Heel veel mensen zijn wakker geworden en echt in snelle vaart wakker geworden. Waardoor dat de spiritual awakenings nu anders zijn dan dat ze eerst waren. Mijn ontwaking, ik zit er ook nog altijd middenin, is mijn highs en lows. Dus eigenlijk, ik heb een bepaalde fase. Je gaat straks alle fases horen. En die sleept ook heel lang aan, maar is minder intens omdat ik tussenpauzes krijg. Wat dat er nu gebeurt, is dat ze heel rap achter elkaar gaan. Of gewoon op hetzelfde moment gebeuren. En ik kan ook zeggen, in de laatste 2-3 jaar, met heel die zevers, is het ook echt wel zwaar versneld. Maar ik zit al in mijn spiritual awakening sinds, ik denk sinds 2017 of 18. Dus ik zit er al even in. Dan is het echt in volle vlucht gegaan. Ik heb wel een paar momenten gehad in mijn leven dat ik zo dacht van, het is like anders. Maar dat was echt, ik herinner me, 17, 18 was echt intens, dat echt begon. We zijn nu 2022, dus je kan al beginnen tellen. Ik ben al een eindje bezig. Dus spiritual awakening is iets dat tamelijk lang kan duren. Gewoon dat je het weet. Als je een beetje wil weten wat de spiritual awakening is en je wil het wat vergelijken met de film, zou ik je zeker aanraden om The Matrix te bekijken. De allereerste Matrix. Het is een oude film, het is van in de jaren 90. Maar op die manier heb je al ongeveer door wat dat de spiritual awakening is, omdat die daar ook door alle fases gaat, alle stappen. Het wordt daar vergeleken met de pil, maar eigenlijk is het hier ook van, hey, word je wakker of ga je het gewoon compleet negeren? Dus het is eigenlijk ongeveer hetzelfde. Een ander film dat mee vergeleken wordt is The Wizard of Oz. Ik heb die nog niet zoveel gezien, maar ik vind The Matrix wel intenser om echt te vergelijken. Ik heb The Matrix bekeken. En ook The Last Resurrection, maar je moet echt de allereerste zien. En dan ook zoiets van, wauw, ik herken alles erin, omdat het gewoon zo intens was. Dus we gaan beginnen met fase 1.
Fase 1 is een wake-up call. Wat betekent dat? Er is iets dat je triggert, waardoor dat het start. Nu moet dat een trigger zijn. Nee, het zijn er heel veel die in de laatste 2 jaar spontaan een awakening krijgen. Maar als ik het dan bekijk, de laatste 2 jaar waren ook zodanig intens dat dat ook een trigger kan zijn om een awakening te krijgen. Sommige mensen hebben dat niet omdat dat nieuwe zielen zijn en ze zijn nog heel puur en onschuldig en zien nog hoe dat de wereld in elkaar zit. Ze hebben nog niet van alles dat hun ego heeft aangewakkerd en veranderd heeft. Je ego is hier dat negatieve stemmetje die ruzie zoekt, die drama zoekt, die zegt dat je niet goed genoeg bent. Dat is je ego. Dat heeft niet het beste met je voor en dat is ook wat dat eigenlijk vernietigd gaat worden met de spiritual awakening. Doorheen de fases. Bijvoorbeeld, ik ben al naar iemand geweest die vorige levens kan zien. Als je daar de video van wil zien, dat is een autovlog. Kan je hier vinden op mijn kanaal. En bij haar heb ik eigenlijk geleerd dat ik heel veel levens achter de rug heb. Maar echt heel veel. Ze zei millennia. Dus that's a lot. Dat is heel veel. Waardoor dat je ego echt wel kan aangewakkerd worden. En dat je alles weer opnieuw moet leren. En in elk leven opnieuw totdat je levenslessen hebt geleerd. Maar dat is iets voor in de volgende fases. Dus wat er eigenlijk gebeurt, er komt eigenlijk een krak in je ego. Zie het als... Dat is nu een potje met lavendel, maar we gaan het daarmee vergelijken. Het breekt en je dompelt het onder in water. Dat water kan via de kraken eigenlijk in de pot. Dus in het hoofd, in het ego, om het zo uit te leggen. En wat dat er gebeurt, doordat dat licht door die kraken komt, ga je alle illusies zien. Je gaat alle leugens zien, je gaat alle illusies zien. Het is daarom dat er ook heel veel in die eerste fases... De media niet meer vertrouwen. Dat ze bepaalde vrienden laten vallen omdat ze zoiets zijn van er klopt hier iets niet aan. Wat er dan ook veel gebeurt is dat mensen in die eerste fase dus echt alles gaan beginnen doorzien. Het gebeurt ook vaak dat ze vegetarisch worden of veganistisch worden of bepaalde dranken niet meer drinken, bepaald eten niet meer eten, bepaalde hobby's laten vallen. Zo dingen dat ze echt beginnen te zien van oeh wow. Amai, nee, ik denk hier plots helemaal anders over. Omdat die illusie wegvalt. Wat gaat dat ook doen? Dat gaat eigenlijk al je chakras en je energie activeren. Vergelijk het met een auto die jaren stil stond en plots weer aangezet wordt. Dus die wordt hersteld, die wordt aangezet. En dan je denkt, oh wow, het zit hier toch nog wel iets wat in. Nu, hoe lang duurt dat? Dat duurt weken. Weken, dat kan 4 weken zijn, dat kan 6 weken zijn, dat kan 1 week zijn, dat kan 2 weken zijn. Dat hangt ervan af hoe rap dat je alles door hebt en hoe rap dat je erin mee bent. Nu, het tip voor deze fase is alles opschrijven. Pak een dagboek en schrijf alles op hoe dat je de wereld zag en hoe dat je het nu ziet. En gewoon alles dat aan het veranderen is. Echt, want achteraf gaat wel heel handig zijn. Dat is iets dat ik niet heb gedaan, jammer genoeg. En als ik er nu op terugkijk... Wou ik wel dat ik eigenlijk het dagboek had bijgehouden met alle informatie van toen. Blijf in deze fase ver, ver, ver weg van de drama. Je gaat achteraf ga je heel dankbaar zijn dat je ervan weg bent gebleven. Nu is het tijd voor fase 2. Dus fase 2 is geluk. Dat is een fase dat je echt zo intense positieve emoties ervaart. En dat je denkt, oh wow, ik wist zelf niet dat ik me zo kon voelen. Omdat gewoon zo... Kalm is en gelukkig. En als je blij bent, ben je super blij en voel je het zo intens. En als je hoop hebt, is die hoop ook zo sterk omdat het zo intens is. Dus je hartchakra gaat hier ook mee open, waardoor dat zo intens gelukkig aanvoelt. Je voelt ook je connectie met de universe en je begint ook alle waarheid op een positieve manier te zien. Terwijl in fase 1 is het verwarrend en in fase 2 is het iets van, ah ja, 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 tof. Leuk. En je voelt ook echt die connectie met de universe. Je hebt echt het gevoel dat je niet alleen bent. Ook je intuïtie wordt in deze fase eigenlijk versterkt. En als je bepaalde spiritual gifts hebt, denk aan mediumschap, denk aan kaarten leggen, plantengeneeskunde en zo verder. Benoem het maar op. Het is op dit moment dat dat ook gaat aangewakkerd worden en dat je gaat door en van,
ik heb hier een kleine interesse in. Dat is een hele korte fase, hoe leuk dat die fase ook is, die gaat heel rap voorbij. Die duurt dagen of weken. Maar zeker nu is alles versneld, dus het kan zijn dat het allemaal dagen is. In deze periode is het heel goed dat je ook gaat journalen, maar dat je er ook heel diep gaat ingaan. Je gaat heel diep in die emotie gaan. Je gaat dat eigenlijk nog extra aanwakkeren, waardoor je eigenlijk je emotionele schaal gaat resetten. Waardoor dat je eigenlijk weet van oké, dat is het uiterste in geluk dat ik kan gaan. En dat is heel goed, want dan zo ga je eigenlijk alles herprogrammeren voor later. Nu is het tijd voor de volgende fase. En die fase vind ik niet zo tof. Ik denk dat niemand die fase leuk vindt. Dat is de Dark Night of the Ego, ook wel de Dark Night of the Soul genoemd. De heel leuke fase. Heel leuke fase. Dat is de fase dat iedereen het over heeft in een spiritual awakening. Als ze zeggen, een spirituele ontwaking is niet leuk. Dan gaat het over deze fase. Nu, de eerste fase is ook verwarrend en raar, maar deze fase niet tof, maar je moet erdoor. Eigenlijk is het een grote healing of een purge. Weet wel dat je zo slecht zit en dat je alles er moet uitkotsen. Hoe vies dat ook klinkt. Het moet er allemaal uit. Maar eenmaal dat het allemaal eruit is, je gaat je nog even zo... voelen, maar achteraf ga je zeggen, amai, ik ben zo blij dat dat eruit is. Exact hetzelfde. In deze fase exact hetzelfde. Nu, het is ook een fase met hele diepe, intense pijn. Van waar komt die diepe, intense pijn? Dat is eigenlijk door karma dat je aan het werken bent, door trauma van als kind of trauma van in vorige levens. Als voorbeeld, in alle levens dat ik nu heb gehad, na die van de 15e, 16e eeuw, ben ik door trauma aan het werken van toen. Dus dat kan zijn van honderden levens geleden. Dat kan zijn van jaren geleden. Iets dat je zelf niet door hebt totdat je naar bepaalde spirituele mensen gaat. En dat ze zeggen, ah ja, het is dat. En dan ga je beginnen alle patronen herkennen. Moet je dat direct doen? Nee, ik heb ook eerst door superveel karma alleen gewerkt. Omdat het moest. Door fases dat ik dacht van, ik ben een slecht mens. Ik verdien niet om hier te zijn. En nu in de fase dat ik nu zit, heb ik zoiets van, kom, je weet dat dat heel waar is. Maar als je in de Dark Night of the Ego zit, voel je ook echt zo wat je ego zegt. Jij hoort hier niet, jij bent niet belangrijk. En jij bent slecht voor je vriend, terwijl je vrienden bijvoorbeeld super narcistisch zijn. Dat zijn zo van die momenten dat je de vrienden, familie, jobs, noem het maar op, studierichtingen, allemaal gaat cleansen uit je leven. Omdat je zoiets hebt van, hij is niet goed voor mij, hij is niet goed voor mij. En je gaat dat ook doorhebben. Dus wat er eigenlijk ook gebeurt, is eigenlijk je ziel gaat je ego kapot maken. Dus je ego is de slechte stem hier. Je gaat nu zeggen, ja, maar je hebt toch een ego nodig? Inderdaad. Dat komt wel terug, maar op een flexibele manier. Dat weet van, deze situatie is goed voor mij en deze situatie is niet goed voor mij. Ik moet eruit weg. Dus je gaat dat ook weer helemaal afbreken en heropbouwen. Maar het is een super, super, super belangrijke fase. Nu, die fase kan maanden tot jaren duren. In mijn geval is dat ook al jaren en ik heb het gevoel dat ik nu zo naar het einde zit daarvan. En dat is gewoon hel, omdat er heel tijd cirkels ook terug blijven komen. Like, dat je denkt dat je door één iets hebt gewerkt, is het daar weer. En denk je, hoeveel keer moet diezelfde situatie nog opnieuw gebeuren? En dat je denkt van, kom aan. En ik kan echt zeggen dat dat in het laatste jaar, denk het jaar, jaar en half, het meest intens is geweest. Ik echt dacht, waarom stopt dat niet? Wanneer is het genoeg? En ik zit nu op een fase dat ik echt zoiets heb van, het is niet tof, het kwetst, maar het is mijn probleem niet. Het is niet mijn verantwoordelijkheid. Dan begin je eigenlijk je mindset om te zetten in die Dark Night of the Ego, omdat je echt zoiets hebt van, hij is niet goed voor mij, ik heb er alles aan gedaan om jou te wissen uit mijn leven en nog maak jij mij het zuur. Wel, tijd gaat wel uitwijzen wat er gaat gebeuren, maar jij krijgt van mij geen aandacht meer. En dat is ook iets van een hele sterke ding dat je kan doen. In plaats van je er druk in te maken en echt gewoon zoiets hebben van een dikke fuck to you en bye bye, ik ga leven. Een tip voor tijdens deze fase is shadow work. Ik heb daar al een video over. Shadow work kan je enorm veel helpen. En therapie. Ik weet het, heel veel mensen zeggen, ja, maar therapie, dat helpt niet voor mij. Of ik babbel niet graag en dit en dat. Maar geloof me, je gaat het nodig hebben. En soms is het goed om iemand te hebben die er buiten staat. En die kan zeggen, maar hij reageert op die manier. En is het niet beter om zo te reageren? Of bijvoorbeeld, ik heb een moment gehad dat ik in therapie zat. En dat ik ook met een heel groot probleem, iets dat gewoon jaren aansleepte. En dat ook iets heel groot is van,
vorige levens en nu en The Dark Knight of the Ego. Dus zij tegen mij, je hebt zo lang je mogen dragen als volwassene dat je vergeet dat jij het kind bent. En dat was voor mij echt zoiets van, oh wow, het is eigenlijk waar. En je kan dat dan uiteindelijk een plaatje geven en beginnen beseffen van, ik ben niet het probleem. Nu, ik ga niet zeggen dat iedereen goed en slecht is. Iedereen heeft wel iets. Ik heb ook fouten gemaakt in mijn leven en beslissingen die misschien niet ideaal waren. Maar een derde mening, een buitenstaander eigenlijk, is zoveel gemakkelijker. Het is moeilijk om het te horen, maar het helpt je zoveel meer op lange termijn. Nu, wat dat ook kan helpen, is je overgeven aan The Dark Knight of the Ego. Geef je over, laat het gebeuren, vecht er niet tegen. Want hoe langer je er tegen vecht, hoe langer het aansleept. En ik spreek uit ervaring. Hoe langer je er tegen vecht, hoe langer het aansleept. En iets wat dat ook kan helpen is mediteren. Gewoon omdat je dan, je gaat allemaal denken, oh, mediteren, maar dat zijn van die hippies. Maar eigenlijk mediteren kan jou leren om je gedachten af te zetten. Dat ego uit te schakelen. Zelf in situaties dat je bijvoorbeeld een angstaanval krijgt, want dat kan ook enorm gebeuren in zo'n fases, dat je een angstaanval krijgt en dat je eigenlijk leert met de ademhaling en met je gedachten het uitschakelen. Dus meditatie kan een hele goede tool zijn daarvoor. Je hebt door heel die bullshit gegaan. Tijd voor fase 4. Ja, we zijn er nog niet. The Void. En ik weet niet hoe ik het in het Nederlands moet noemen. Leegte misschien. De leegte. En dat is denk ik de fase dat ik even inzet. Heel leuke fase. Nu, langs de ene kant, voor de ene is het een leuke fase, want alle chaos, alle drama, alle miserie is voorbij. Het is gewoon kalm. Ze laten je allemaal gerust. Je zit er helemaal door geraakt. Like, you did it. Dus het is eigenlijk een rustfase. Maar gelijk aan die rustfase staat er ook dat je even geen connectie meer hebt met de universe. Je hebt wel nog een connectie, maar ze gaan je niet alles weer voorspotelen. Deze fase is eigenlijk gemaakt om jou te leren dat jij het licht hebt in jou dat je nodig hebt. Dat je niet je spirit guides altijd nodig hebt en dat je niet altijd de universe nodig hebt, dat je het zelf kan. Dus voor die ene is dat super tof, want hoe rust, armtjes achter het hoofd, finally. En voor de ander is dat echt niet tof. In mijn geval vind ik dat niet leuk. Ik sta niet graag stil en dat is een mijn probleem. En dat is iets dat ik moet aan werken en ik vind het ook heel moeilijk en ik denk dat ik er echt wel in zit, samen met soms nog een Dark Knight of the Ego, dat er tussen komt, om heel eerlijk te zijn. Want ik had echt zo'n moment dat ik dacht, ik weet niet wat ik moet doen. Mijn kaartlezingen werken niet meer. Niemand kan op mijn energie inspelen. En er gebeurde zoveel en ik heb zelf moeten knopen doorhakken en zelf moeten zeggen, ik ga nu dat doen en ik ga vertrouwen op mijn intuïtie. Hoe eng dat ook is, omdat ik die ondersteuning niet had. Maar ergens zijn ze er wel nog, maar ze willen je eigenlijk leren dat je het alleen kan. Dus voor de ene is dat een superleuk moment en voor de andere is dat in mijn geval echt zo van, oh my god, no. Die fase is ook gemaakt om je innerlijk licht te vinden, om het eigenlijk makkelijker te zeggen. En dat kan ook weer maanden of jaren duren. Dat gaat ook weer hetzelfde zijn. Hoe rap dat je erdoor werkt, hoe rap dat je eigen licht vindt en hoe rap dat je vertrouwt op jezelf en op je intuïtie. En dat je echt zoiets hebt van, oké, okay, I got this. Like, ik als ziel kan dit. Nu, het tip daarvoor is, leer jezelf kennen. Leer jezelf kennen, leer je kracht kennen. Ook meditatie is goed voor in elke fase, maar in deze meditatie ga je eigenlijk je focussen op je solar plexus. Dat zit eigenlijk echt, je solar zit echt in het midden, ongeveer rond je buik. En daar kan je echt leren dat licht uitstralen en eraan werken. Nu, je bent er bijna, maar je zit er nog niet. Volgende fase, fase 5, is groundedness. Je kan dat aardend noemen, aarding. Ik vind Nederlandse woorden gewoon altijd tamelijk raar. Maar ik denk dat dat wel is wat het er het meeste op lijkt. Al je lessen, alles dat je ervaren hebt, gaat eigenlijk naar beneden in de grond. Wij zijn energie, daar is energie en frequentie. Dus eigenlijk alles duw je gewoon naar beneden, erin. Je zet je voeten, ik weet niet hoe stevig, want je zegt dus van, ik heb dat allemaal geleerd en ik neem dat allemaal mee. Maar wat ik niet nodig heb, doe ik gewoon weg. Ik weet dat ik dit kan. Je voelt je ook gewoon heel goed en kalm. Omdat je eigenlijk weet, na die laatste fase,
dat je genoeg bent en dat je het alleen kan. En natuurlijk heb je dan de Dark Knight of the Ego gehad en dat is gewoon intens. Dus daarna, je hebt echt zoiets van, wauw, I'm here. Je kan je ook jezelf zien als een spiritual adult. Dus eigenlijk echt als iemand die heel veel kennis heeft ondertussen. Daarvoor niet kennis specifiek, maar kennis wel van... Je weet hoe je met alles moet omgaan. Je bent de perfecte persoon om advies te geven in moeilijke situaties. Je zit er geweest en je weet wat je moet doen en je weet dat het voorbij gaat. Ook wat er gebeurt is die connectie met de universe komt terug. Je hebt weer het gevoel dat je spirit guides constant rond je staan en dat je er weer kan mee communiceren. Je hebt het gevoel dat de universe je heel de tijd weer signaal heeft wat je moet doen of je in de juiste richting kan uitsturen. Het leuke is dat je super gemakkelijk en easy kan manifesteren. Dus het moment dat je kan manifesteren zo, dan weet je dat je in een hele goede fase zit. Nu, dat kan ook in fase 2 gebeuren omdat je je zo gelukkig voelt. Dus let gewoon op, je gaat zelf wel zien wat er gebeurd is. Die connectie die je nu hebt met de universe en mijn guides is permanent. Dus dat ga je niet meer weg, wat dat heel, heel, heel aangenaam is. Ik ben daar nog niet, maar ik kan gewoon nu al inbeelden dat het zo leuk is dat je gewoon kan zeggen, hey, I need you, en dat ze daar zijn. Ze zijn er sowieso, maar like ik zeg, in de fase dat ik zit, they're like, peace out, fucker. Die fase duurt ook jaren. Jaren, jaren, jaren. Wel een leuke fase om in te zijn, maar je zit ook weer lessen aan het leren. Tips voor daar, voor in deze fase, is werken aan je hartchakra. Dus hier, omdat ook alles vanuit je hart start. Ook sta luchtig in het leven in deze fase. Neem alles niet te serieus. En reageer kalm. En ook relativeer in moeilijke situaties. Dat is heel belangrijk, zodat je niet terug naar die dark night gaat. Nu, het kan zijn dat je terug naar de dark night gaat, dat je terug gaat omdat er eigenlijk nog iets was dat je niet hebt doorgewerkt. Dat kan altijd gebeuren. Is de bedoeling? Nee, maar het kan wel. En dan ga je naar de laatste fase, dat eigenlijk voor heel je leven is. Jaren of heel je leven. En dat is eigenlijk je doel en je missie. Dus eigenlijk je levensdoel, je levensmissie, het zielencontract dat je eigenlijk hebt getekend voor wat je ging doen in dit leven. Dus je gaat eigenlijk nu focussen op je levenspad. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je plots gaat stoppen met je werk en zegt ik ga yogales gaan geven, ik ga muziek gaan doen, ik ga kunst doen. Of like in mijn geval YouTube en mijn spirituele webshop. Dat je het gewoon laat vallen en dat je zoiets hebt van ik ga er 100% voor gaan. Nu, dat kan ook al in eerdere fases gebeuren, dat je eraan aan het werken bent. Like in mijn geval, omdat sommige kunnen overlappen. Ik zit totaal nog niet in die laatste fase. Ik zou het gek vinden. Maar het kan wel overlappen. Het kan je naar de juiste richting uitsturen. Dus je wandelt in deze fase echt gewoon naar waar dat je moet wandelen. Je doet geen detours, want dat is wat ik aan het doen ben. Ik ga gewoon de hele tijd zo. Zo. Weg. Ah ja, ik zit hier. Ah nee. Dat is wat ik aan het doen ben om een beetje te vergelijken. Ook al kan het zijn dat sommigen echt denken, wauw, ze kan alles. I don't. Het is misschien ook omdat ik het gedacht heb dat je elke dag bijleert en dat je altijd bijleert. Ik weet niet waar ik zit, maar ik denk echt dat ik nog altijd... Ik denk dat ik in de void zit, maar in de void, in mijn geval, kan ik alles wel nog een beetje navigeren. Tips voor in de allerlaatste fase zijn, bouw op je intuïtie, werk aan je intuïtie en volg je levenspad. Ik denk dat dat de makkelijkste fase is die je kan hebben, omdat je echt gewoon je doelen kan najagen. En het gaat eng zijn, omdat je zoiets hebt van, oef, amai, ga ik hier echt die sprong wagen? Maar je gaat diep van binnen weten dat dat de juiste keuze is. Dus dat zijn de 6 fases van de spiritual awakening, dus die spirituele ontwaking. Ik heb eigenlijk in al die fases wat uitgelegd waar dat ik op dit moment zit. En het zou heel leuk zijn als jij ook deelt waar dat jij zit. Ik kan daar natuurlijk nog veel dieper in gaan. Dus hou zeker de comments open. Reageer zoveel dat je wilt. En dan maak ik misschien zelf een deel 2 waarin dat ik vragen beantwoord. Want nu is het een beetje veralgemeend. Voor iedereen is heel de spirituele weg compleet anders. Maar als je er wel over praten of als je niet echt weet in welke fase dat je zit of je wil babbelen over de fases, laat het me zeker weten hier in de comments en dan doen we misschien gewoon een Q&A. Als je het leuk vond, geef een duimpje omhoog. Abonneer hier op mijn kanaal voor meer beginner, witchy, friendly, spirituele video's. En als je interesse hebt in spelkits, kristallen, wierook, cleansing bundles,
en thee, want herbologie is iets dat me ook echt interesseert. Dan kan je gerust hier beneden klikken en naar mijn webshop gaan. Dus dat was voor vandaag. Dank je om door deze lange video te zitten. En dan zie ik jullie in de volgende video. Bye!